26 juli Darlington. De kring is rond. Bijna 4 weken geleden starten we onze reis door Schotland vanuit Newcastle. Vandaag zagen we de Angel of the North in Newcastle opnieuw, toen we deze keer afdraaiden naar het zuiden, richting Dover, waar we nu zo'n 575 kilometer van verwijderd zijn. Deze nacht werden we uit onze slaap gehaald door een bende Nederlanders die het nodig vonden onder hun lijven met veel lawaai een laatste avondmaal te nuttigen. Voor de rest sliepen we rustig zoals de vorige nacht. Na een verkwikkende douche vertrokken we langzaam naar huis. Maar we wilden nog één activiteit. Wandelen langs de muur van Hadrianus. Een muur die de Romeinen bouwden om de Picten, zie Asterix en de Picten, tegen te houden. Deze muur is een prachtige wandelroute tussen de twee kusten die grenzen aan het Verenigd Koninkrijk. Vandaar hebben we de muur verkend in oostelijke richting en in westelijke richting. Oostelijk was het klimmen en dalen. Rechts kregen we een prachtig panorama over deze mooie streek vanaf de hoogste heuveltop. Jammer dat het weer liet afweten op het einde van de wandeling. Tijdens de verdere rit bleef het regenen. We werden ook opgehouden door 2 files, veroorzaakt door wegenwerken. Tijdens de laatste file vorderden we 4 kilometer gedurende een uur. Na de werken namen we de volgende afrit om dan wat rond te rijden tot op een parking van de Aldi. Daar erecteerden we onze schotel om de laatste 5 kilometers van de tour mee te volgen. We zullen hier ook blijven slapen. Jagen ze ons morgenochtend weg, dan koop ik er nog een fles Schotse whisky om het parkinggebruik te verantwoorden. Voor morgen zijn er geen stops meer gepland. We hopen morgenavond op een vertrouwd plekje te staan bij Dover. We hopen ook dinsdag 2 boten vroeger te mogen nemen, zodat we wat vroeger thuis zijn, want Sabrina moet woensdag reeds werken.